JWTV schroomt niet om ook de dingen aandacht te geven die niet door het grote publiek bekend zijn, maar wel ontzettend leuk en interessant. Wim van Zon. Wim, wat gebeurt hier vanmiddag? We hebben voor het eerst een lezingje over een jazzfotograaf die in de jaren 50 alle foto's maakte voor het befaamde Blue Note Jazz Label. En die geven we aandacht omdat het dit jaar 80 jaar geleden is dat Blue Note is opgericht. En het is een mooie aanleiding om een verhaal te kunnen vertellen over een hele bijzondere man. Waar komt jouw betrokkenheid vandaan? Ik organiseer nu 20 jaar tentoonstellingen met muziek, kunst en muziekfotografie. En ik heb een paar keer al tentoonstellingen georganiseerd met foto's van Francis Wolff, de fotograaf van het Blue Note label. En ik ben ook in contact met de beheerder van het fotoarchief in New York. En we hebben afgesproken dat we dit jaar een aantal malen aandacht geven ook aan die foto's, waaronder ook op het Noordse Jazz Festival. Wat kan je zeggen van je publiek? Waar we het nu over hebben vandaag, dan is het echt voor de super, super, super liefhebber. Dus dan is het een niche, niche, niche voor een heel klein groepje. Omdat het vrij diep gaat van wie was die fotograaf, hoe fotografeerde die. Was zijn favoriete diafragma 3.2, ik noem maar wat. Dat soort dingen willen zelfs die mensen weten. En ook de anekdotes van hoe hij werkte in New York. Er is ook een verhaal dat gaat veel breder. Dat is meer van wat was de sociale betrokkenheid van die mensen. Hoe gingen ze de zwarten die niet konden optreden in New York aan het werk krijgen. En namen ze dat ook nog eens op. Naderhand werden die mensen heel beroemd, bleek. Dus was het commercieel een goede zet. Maar dat was toen ook al iets voor minder mensen. Dus je kan een verhaal vertellen wat heel breed is over die man en wat er allemaal om die fotografie heen gebeurt. En je kan een heel technisch verhaal gaan vertellen. Maar even beknopt, je gaat straks een uur lang over de fotograaf vertellen. Even in een notendop, waar gaat het over? Het gaat over een Joodse jongen die door zijn moeder op het spoor van de fotografie gezet wordt. Door met een vriend naar een schaatsbaan te gaan waar per ongeluk ze ontdekken dat er een jazzconcert is. Helemaal verliefd worden op jazzmuziek. En in Berlijn naar alle jazzclubs gaan die er zijn tot 33, want dan komt Hitler aan de macht. En ene vriend die vertrekt met zijn moeder naar Chili, die ontvlucht Duitsland al. De ander, die fotograaf, die bleef tot 1939, maar inmiddels zit zijn vriend in New York en wil daar een platenlabel beginnen. En met de allerlaatste boot die vanuit Duitsland nog naar New York gaat, ontsnapt hij eigenlijk aan het naziregime. En daar begint hij aan een carrière als fotograaf voor het platenlabel. Wat kan je zeggen van de kwaliteit van die foto's? Ja, eigenlijk kan je zeggen, hij fotografeerde met hele grote negatieve formaten van 2,25 inch bij 2,25 inch. En dat betekent dat je ragfijn, als je goed kan fotograferen, ragfijn fotografeert. En die prints, die zijn dan ook super verfijnd en die kan je opblazen tot als je wil 3x3 meter. En dan blijft het nog allemaal scherp. Even dat Blue Note label, dat is muziek dan. Daar hebben heel veel bekende muzikanten onder gewerkt. Zou je wat namen kunnen noemen? De eerste die bij me opkomt was Thelonious Monk, een pianist die door iedereen iedereen wel eens gehoord. En in 1947 namen de mensen van Blue Note voor het eerst Thelonious Monk op als leider van een ensemble. En dat was ook werkelijk zijn doorbraak. Dus eigenlijk heeft hij zijn doorbraak aan Blue Note te danken. Maar aan de andere kant ook Miles Davis heeft op dat label opgetreden. En er zijn wat minder bekende jazzmuzikanten die ook nu nog optreden. Maar zelfs voor de ouderen onder ons, Sidney Bechet, dat was een Louisiana-achtige Dixieland clarinetist. Die trad ook op voor het Blue Note label. Even over die foto's, hè. Hoe zit dat met rechten? Francis Wolff is in 1971 overleden. Toen is zijn hele archief naar zijn compagnon van de zaak gegaan, Alfred Lyon. Die woonde toen in Zuid-Amerika, maar die kon daar niet aarden. Die is in Californië gaan wonen, in San Diego. En in zijn garage had hij al die negatieven liggen en hij deed er niks mee. Maar vlak voor zijn overlijden kreeg hij contact met een man die daarin geïnteresseerd was. En uiteindelijk is na het overlijden van Alfred Lyon, is dat hele negatieve archief en de prints, die zijn in bezit gekomen van een zekere Michael Cuscuna in New York. En die heeft het nu nog en die beheert het ook.
En die man die is zelf helemaal jazzfreak, fotografiefreak, brengt platen uit. Maar zorgt er ook voor dat die foto's in de wereld te zien zijn. En ik heb een bepaalde afspraak met hem, dat ik in Europa die foto's kan laten zien. Dan geef je vanmiddag een eenmalige lezing van een uur. We zitten hier in een soort bunkertje eigenlijk, ergens in Schiedam. Het heeft een beetje New Yorkse weer. Het is avant-gardistisch, zou ik maar zeggen. Mensen die er toch zeggen van, dat had ik ook wel willen horen. Wat doet Wim van Zon nog verder om dit soort optredens te herhalen? Dit jaar komen er nog meer lezingen. Maar niet alleen hier in Schiedam in die Gerrit Verboonstraat in de kelder. Maar ook op het Noordzee Jazz Festival en op andere muziekfestivals. En ik ben te boeken, dus ik heb een aantal onderwerpen waar ik een lezing over kan houden. Onder andere de geschiedenis van muziekfotografie. Maar ook een verhaal over een hele mysterieuze Duitse fotograaf die vlak na de Tweede Wereldoorlog alle Amerikaanse beroemdheden fotografeerde. En daar ook een vriendschap mee kreeg. Waardoor zij op plekken kon fotograferen waar anderen nooit terechtkwamen.